Na een heerlijk rondje op de fiets, zo net, zit ik nu lekker uit te rusten op het terras. Je kunt zien, het is volle zon hier. Ik probeer mijn ogen open te houden, valt niet mee in het licht. En ik ga me voorbereiden op het menu van de dag. Dat wordt kwartel gevuld met pruimen, appel en natuurlijk cognac. Je snibbelt een appeltje en wat pruimen. En daar doe je een mooi glas cognac bij. Het liefst van Meunier natuurlijk. En dat gaat de koelkast in. Een uurtje. Het fruit heeft zich inmiddels prachtig volgezogen met de cognac. En de kwarteltjes hebben we gezouten en gepeperd. En aangezien de kwarteltjes een heel klein bibje hebben, gaan we met een klein lepeltje vullen totdat ze vol zijn. Als de kwarteltjes hun buikje vol hebben, dan pak je een handig stokje en daar rijg je het kontje mee dicht, zodat er niks uit kan. Voilà. En zo doe je ze allemaal. Als de vogeltjes een stokje door hun billen hebben, dan laat je wat boter in de pan warm worden. En dan braad je ze even aan. Dat ze van alle kanten mooi dicht schroeien. Hoeft niet in één keer, kan best in twee keer. Je hoeft de vogeltjes niet lang te braden, want ze gaan straks nog de oven in. En dan gaan ze nog na. Dus even aanbraden aan alle kanten is genoeg en dan de oven staan. Nu gaan de vogeltjes de oven in. De oven even voorwarmen. Op 180 graden. En dan een kwartiertje ongeveer. En na een kwartier in de oven op 180 graden komt het gerecht zo in de oven uit. Vervolgens doe je nog een glas heerlijke koude Pinot over de taart, zodat die lekker in het deeg kan trekken. En je hebt een fantastische appeltaart.